is fantastisch. Ik ben echt ontzettend onder de indruk van wat hier gebeurt. Vooral van het saamhorigheidsgevoel. En daar hebben we ontzettend veel behoefte aan in deze tijden. En hier ervaar je dat op alle mogelijke manieren. Fantastisch. Hoe is het met de dorst? Ja, goed. Ik hou me goed vochtig. Af en toe een biertje erbij. Met alcohol, lukt dat? Ja, tuurlijk joh. Tuurlijk. Dat loopt lekker makkelijk, dan voel je de pijn niet zo. Ja, ik heb zelf kanker gehad. En ja, best een heftige tijd. Dus ja, ik wil zoveel mogelijk geld inzamelen dat we weer mensen kunnen helpen die genezen kunnen worden natuurlijk. Vertel mij eens waarom je dit zo'n stoer verhaal vindt. Wat ze mee hebben gemaakt, ik ken haar van natuurlijk van het verleden een beetje. Ik heb met haar samengewerkt. Ook in het leger? Ook in het leger, niet zo lang. Nee. En toen hoorde ik al dat ze de K-ziekte heeft, had. Of ja, had eigenlijk. K-ziekte? Ja, ik vind dat een heel rot woord. Want mijn zus is ook net overleden aan die K-ziekte, kanker. Dus het is gewoon een topper, het is een topwijf. Ja, meen ik serieus. God van mijn hart. Gaat u een keer meelopen? Ik zeg te vaak dat ik ooit van plan ben om mee te lopen. En als je dat te vaak gaat zeggen, moet je het ook een keer doen. Volgend jaar? Nee, dat is nog wat vroeg, denk ik. Ik zal er echt voor moeten trainen en oefenen. Want gelet op mijn leeftijd mag ik dan voor de 50 kilometer gaan. En dat vind ik nog wel een stevige uitdaging, hoor. Dus ik zeg nooit nooit, maar we moeten wel nog even wat oefenen. So tell me who Juist, ik vind het heerlijk met haar te lopen. Zij heeft mij ook over de streep getrokken om eraan te beginnen, een jaar of 8 geleden. Dus vandaar dat ik meedoe. En wat is de reden dat u hem mee wil hebben? Voor de gezelligheid. Ja, het is toch leuk om samen te oefenen en samen de vierdaagse te lopen. Jullie zijn een echtpaar. Ja, klopt. Tof echtpaar. Ja. Jelle, jij loopt met je oom? Ja, dat klopt. De 30 kilometer. Loopt u de 30? Ja, we lopen samen de 30. Moet dat? Ja, ik mag inderdaad inmiddels de 30 kilometer lopen. Dit jaar is het jaar dat ik officieel 30 mag lopen weer. Onvoorstelbaar, maar waar. En hoe mooi is het dan om dan met z'n tweeën weer 30 kilometer te kunnen lopen? Het is vast de eerste keer. Ja, dit is de eerste keer inderdaad. Vertel. Oh, het is hartstikke leuk. Ja, ik geniet er echt wel van het einde hier. Het is echt... En hoeveel loop je? 40. 40. Gele. Man, ik vind het knap. Dankjewel. Hoe is het met je voeten en je lijf? De knie doet een beetje zeer, maar voor de rest gaat het prima. Dit is voor ons de laatste keer, maar we hebben 14 jaar vreselijk genoten. Waarom de laatste keer? Omdat het niet meer gaat. Vanwege de warmte merk je dat als je ouder wordt, dat je veel meer in moet leven. En dat lever je in je hele lijf of zijn het de benen, de voeten? Hele lijf. Ja. Ja, ik weet dat niet, want ik heb nog nooit de vierdaagse gelopen. Ik loop voor de lol met haar zus. De laatste kilometers loop ik mee. Gemeen eigenlijk, maar het is zo. Wat voor vlag? Dat is de Morgenster van West-Papua. Geweldig, dus u loopt voor uzelf en West-Papua? Juist voor West-Papua. Voor mezelf hoef ik het niet te doen, maar wel voor de mensen daar die hem niet mogen tonen en lopen. Oké, en u woont al lang hier in de gemeenschap vol? Ja, ik ben hier geboren, maar ik ben een sympathisant en een solidair met mensen in West-Papua. Omdat daar voor deze vlag de mensenrechten worden geschonden. Voor het eerst? Ja. 30? Ja. Jij ook? Ja. Hoe ben jij? 13. Godverdorie. En jij? Ik ben 12. Jo, knap van jullie. Zeker. En hoe bevalt het? Goed. En verder? Ja, het gaat... Wat vind je het leukst? Het publiek met alles, zeg maar. De muziek en die dingen allemaal. Zing je mee? Soms wel. And the worst thing is now since you're interviewing me and he's recording, I have to buy them beer. I have to buy them a crate of beer. Great! Do you want to ask them about the tradition too? Yes, 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 yes! Wat betekent het? Dat is de vlag van Aruba. Ik kom zelf uit Aruba. Nou, het is echt... Je weet toch, ik loop voor de 34 keer. Ik moet mooi binnenkomen voor de bobo's.
goed zo. Ja. En u, oefent u op Aruba? Ja, ik ben op Aruba geweest, ik heb ook geoefend. En in Nederland ook. Je moet je oefenen, anders haal je niet, hè? Ja, het eiland rondlopen, dan ben je er, of niet dan? Nee, maar ja, heuvels af, heuvelen af en zo. En dan maak ik even een zwemmetje in de zee en dan ga je door. En bent u in uw eentje hier? Nee, ik ben met een mevrouw. Ik heb kennis gemaakt met een mevrouw, een Indische mevrouw. Die is 80 jaar, die loopt ook, hoor. Wat leuk. En wat was het de bijzonderste dag, deze vierdaagse? Nou, eigenlijk is de laatste dag het mooiste. Alles zegt u? Alles is wel mooi, maar de laatste is het mooiste. Omdat je dan binnengehaald wordt. Ja, binnengehaald, en ja. Dan kun je je geweldig optutten, ja. Hè? Ja, zo is het. Dan kan ik gaan feesten. Feest ja? Wel lekker. Oké, bedankt, hè.